Ben heb altijd een voorsprong met leuke vondsten. Ja. En daarna kom ik er een beetje achteraan, want kijk eens, hij haalt weer een speelgoedsoldaatje eruit. Nou, deze keer zijn we gelijk van start gegaan. En we hebben al wat rommel opgegraven, maar Ben komt met de eerste leuke vondst naar me toe. Laat maar even zien, Ben. Het is een... Het is een... Een reutelaar, zo ook wel genoemd. Ja, heel erg leuk. Een bakstampertje. Hé? Ja. Je kan het allerlei namen geven. Mooi, man. Dus, Kijk hoor. Ja, topper. Mooi, hè? Toch weer wat leuks eruit gehaald, Ben. Nou, dan is dit gelijk ook de intro, het intro van de video, denk ik, toch? En ik wou jou eigenlijk verrassen vandaag. Ja. Ik wou Ben eerst verrassen. En jullie zien het misschien al. We hebben allebei een mooie vondstentas. Kijk. Jij deed je vondstentas natuurlijk om. En toen zei je, ah, hij is kapot. Toen kon ik eigenlijk de verrassing al niet meer achterwege laten. Dus toen heb ik het maar gelijk gezegd. Ben was laatstjarig. Dus ik heb ook eigenlijk een beetje vanwege een verjaardag nog... Ik ben echt blij mee. Nogmaals bedankt. Krijg jij deze van mij? Nogmaals bedankt. Echt. Ja. Ik ben blij mee. Het is een handig dingetje. Het loopt niet zo te bungelen aan je. Ja, hè? En het is ook best wel ideaal dat het gewoon... Het blijft recht zitten. Dus het gaat niet... Het kan er niet zo snel uitvallen. Het gaat niet hangen. Het gaat niet... Nee, ik vind het... Het gaat niet losser zitten, dat was met die heuptas wel. Is toch wel, ik vind het wel prettig. Ik ook. Dus, ik ben er blij mee, Dirk. Ja, nou. En hij kwam als gegoten, want mijn vondstentas ging kapot net. Ja. Dus komt heel goed uit dan. Ja. Het heeft zo moeten zijn. Hè? Ja, toch? Top, man. Nou, laten we snel verder gaan zoeken. Ja, en het is weer heerlijk weer. Nou, Ben komt naar mij toe gelopen. En hij heeft twee vondsten in één gat. Le Coq. Even kijken hier. De haan. Misschien is het beter, ja. Zo krijgen we hem er wel redelijk mooi op. Ook sportief. Een haantje, een kippetje of zo. Wat grappig, joh. Ja. Maak hem eens eventjes een beetje. Ja, kijk eens wat leuk, joh. Wie ben je, joh? En dit ook, maar dit is dan geen munt, denk ik. Nee, het lijkt wel op. Wat is dat geweest? Een soort geweven iets of zo, maar ja, het is. Welk materiaal is het? Is het geen zilver? Nee, het is koper, hè? Koper. Ja, ik denk het wel. Het is koper. Ja. En een leuk kippetje of een haantje. Kijk, hoe grappig. Ja, die gaat ook weer leuk in de vitrinekast, Ben. Ja, tuurlijk. Jij bent goed bezig. Hij begint vol te raken. Ja. We moeten verdienen aan de abonnees, want ik heb een groter huis nodig. Je hebt een groter huis nodig? Een grotere vitrinekast. Oké. Okay. Ja, en mijn hond die eet hele dure hondenbrokken, dus, dus die wil ook meer abonnees. Ja. Ja. Nou ja, leuk, man. Ja. Jij dacht eerst dat je een hele dikke munt had. Ik dacht eerst dat ik een hele dikke munt had. Toen zag ik een leeuwencent. Ik denk, nou, een leeuwencent die heeft nooit zo dik natuurlijk. Uh-huh. Maar het waren er twee aan elkaar vastgeplakt. Twee aan elkaar vastgeplakt? Net geen muntschatje. Drie is een muntschatje. Ja. Maar wel grappig, zeg. Twee leeuwencenten. Ja, de andere kant is niet heel veel meer van te zien. Aan deze kant zaten ze op elkaar hoogstwaarschijnlijk. Zo te zien. Zaten ze zo. Ja? Oké. Okay. Het is dus wel een muntschat. Hij heeft nog een derde gevonden. Ja, ook een leeuwencent. Ook een leeuwencent. Ja, dan maar moet... eigenlijk mag ik niet klagen, maar voor mij is een muntschat, al zijn het 50 leeuwencenten. Ja. Maar een muntschat. Jawel. Goud of zilver zijn. Ja. Dan kan je pas een schat noemen. Ja, oké. Okay. Maar dit is ook leuk. Zeker weten. Leuk. Ja, tuurlijk. Drie in één gat. Dus dan moeten ze toch wel... Nou ja, het hoeft niet per se uit hetzelfde jaar. Drie. Ja, ja, komen allemaal uit dit gat. Ja. Nou, lekker bezig, maat. Ja, toch? Weer een hele grote munt. Hij heeft weer een grote munt. Zo, wat een joekel. Alleen ik weet niet wat het is. Ga je mij even vertellen dat het... Het is geen Napoleon, denk ik, hoor. Ik kan het nog niet zien, hè? Hey. Oh, dik, hoor. Even kijken, hoor, Ben. Zo, dan. Gaan we hier wat van maken? Het is geen zilver. Nee, maar het is wel een flinke joekel. Er wel wat uit. Het is wel weer een joekel. Maar hij is wel net zo groot ongeveer als die Napoleon. Zou kunnen. Dus we moeten eventjes kijken. Ja, misschien voorzichtig een beetje spoelen in de sloot. Dat we dan wat gaan zien. Maar wat een knoepert alweer, joh. Weer een flinke munt, hoor, Ben. Mooi, hè?
toch. Ik zie wel letters aan de zijkant. Zal ik hem eens even afspoelen? Ja, dat is goed. Is het, kan dat hier zo? Heel klein slootje hier zo? Ik kan maar niet laten vallen. Nee. Dat, anders dan ga je er gewoon achteraan hoor. Ja, dat blijf je wel achteraan. Ik geef je gewoon een zetje. En dan ga je gewoon mee. Ja, er komt wat tevoorschijn. En wat denk je? Hey, Twente staat erop. Twente? Is het een soort penning of zo? Het zou een penning kunnen zijn. Ja, ik zie het. Ja, Twente. Voor de kijkers thuis zal het nog een beetje lastig zijn. Maar we zien heel klein onderin. Zal het Twente zijn? Ik denk het wel. Ik denk dat het een soort penning is. Ja. Maar dan gaan we eventjes... Ja, als die opdroogt zie je natuurlijk ook alweer meer, hè? Ja. Staat hier ook nog wel wat, hoor. Staat daar ook nog wat? Ik kan het alleen nog niet lezen wat. Een beetje. Goed vasthouden, hè? Geen Annemiekje doen dit keer. Nee. Geen Annemiekje. Nou, Benny kan je het ook wel noemen, hoor. Nou ja, dan moeten we denk ik toch straks... Weet je wat we doen? Laten we hem even opdrogen. En als we straks even verder zijn met zoeken, dan is hij misschien weer een beetje gedroogd. Zal ik hem in mijn muntenbakje doen? Dan... Ja, sowieso. Ja, gewoon in mijn munten. Dan droogt hij lekker. Ja. En dan kijken we straks nog een keertje, joh. Antwerpen. Antwerpen? Ja, Antwerpen staat er. Oh, dus geen Twente, maar Antwerpen. Ja, de A, natuurlijk T-W. Antwerpen. Antwerpen. Zij deed Twente, maar het is Antwerpen. Ja, even kijken hoor. Ja, nou zien we het op beeld ook. Antwerpen. Nou ja, daar duiken we eventjes in en dan komen we er later op. Belgische. Komen we er later op terug. Ja. Toch mooi, hè, topvondst. Ja. Ik weet niet wat het is, maar het is een topvondst. Wat Ben hier heeft gevonden is een medaille van de allereerste wereldtentoonstelling in België. Die werd gehouden in Antwerpen van 2 mei 1885 tot 2 november. Deze wereldtentoonstelling viel samen met de oprichting van Congo Vrijstaat en de 20 jaar dat Leopold II op de troon zat. Ben heb altijd een voorsprong met leuke vondsten. Ja. En daarna kom ik er een beetje achteraan, want kijk eens, hij haalt weer een speelgoedsoldaatje eruit. Ook. Ik ben van de, ja wat is het? Van de hoofdjes. Nou, van de verschillende vondsten, munten, hoofdjes. En Dirk pakt dan in één keer 4 keer zilver, net zoals vorige keer. Zoiets, ja. Ja. Kijk maar, hij heeft een rugzakje op en mist wel zijn voetjes. Maar ja, dat is altijd wel vaak wel zo. Maar je hebt geluk dat zijn hoofd er nog op zit. Meestal is zijn hoofd er ook af. Ja, die zit er nog mooi op. Ja, leuk Ben. Ja. Kijk eens, ik geef hem weer. Hij staat in het mooie tasje die ik van Dirk heb gekregen. Ja, nu heb ik ook een leuke vondst gedaan. Het is een schildje. We gaan even kijken samen. Ik weet niet of er nog details op staan, maar moet ik even kijken. We zullen hem later even rustig schoonmaken. Maar grappig vondstje, joh. Ook leuk. Ja, in de pocket. Ja, ik heb weer een leuke vondst gedaan. Ik heb het hier in mijn handen. Ik zal jullie niet langer in spanning houden. Ja, ik vind hem zelf heel erg leuk hoor. Ik heb hier een leuk kruisje gevonden. Ben komt ook even kijken. Een kruisje. En er zit zelfs zo, er zit nog een oogje aan, of niet? Of, het ringetje zit er niet meer aan. Maar kijk eens hoe leuk joh. Dat is een mooi oud kruisje hoor dit. Ja. Wat grappig joh. Ja, ben ik erg blij mee. Leuke dingen. Mooi. Moet jij hem ook nog even goed zien? Nee. Je mag hem wel even vasthouden van mij hoor. Ja. Kijk jij maar eens eventjes ook Ben. Ja, mooi man. Kik hè? Ja, er zit wel een oogje aan hè. Ja, maar ik dacht dat het ringetje er ook nog aan zat. Maar dat is oh, niet nee. Zo. Ja, superleuk. Mooi kruisje. Superleuk.
Die gaat ook weer de vitrinekast in, hoor. Haha. Leuk, 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 leuk. Yes. Ja, we zijn alweer bij het einde gekomen. We hebben leuke vondsten gedaan. Vooral Ben ging lekker. En ik zie jullie misschien denken, hebben jullie dan helemaal geen muntjes gevonden? Jawel, maar die waren helaas al kaal en versleten. Maar jullie hebben gezien hoe Ben onder andere een leuk kippetje vond. Ja, echt leuk voor in de vitrinekast. Zelf heb ik ook wel wat leuke vondsten gedaan. Die liggen ook weer mooi in de vitrinekast. Over vitrinekasten gesproken. Mijn vitrinekast die staat vlak naast mijn bed. En als ik dan ga slapen, dan kijk ik er... voordat ik ga slapen, dan kijk ik er altijd nog eventjes in. En als ik wakker word, dan kijk ik er ook gelijk weer even in. Ja, zo ga ik gelukkig naar bed en sta ik gelukkig op. Waar hebben jullie eigenlijk je vitrinekast? Of hebben jullie een andere manier waar jullie je vondst in opslaan en bekijken? Laat het eventjes achter in de reacties. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. En dan bedank ik jullie weer voor het kijken. Voel je vrij om te abonneren wanneer je nog geen abonnee bent. En dan zie ik jullie snel bij een volgend avontuur. Tot later!